hartelijk welkom bij het muziekuurtje, waarin we aandacht besteden aan de muziekcultuur van het Apostolisch Genootschap van de afgelopen 100 jaar. We zijn begonnen met Rijk elkaar de hand ten bonde en dat heet Samen aan een tempel bouwen. De melodie hebben we natuurlijk al vele malen eerder gehoord van het volkslied van Oostenrijk. En geen wonder, want ze werd door Wolfgang Amadeus Mozart gecomponeerd. Zo zijn er veel apostolische liederen waarvan de compositie niet apostolisch is. Aan zulke liederen wijden we dit muziekuurtje. Veel van de liederen uit de bundels van 1932 en 1933 maken gebruik van melodieën en ook teksten die elders gezongen werden. We laten u als voorbeeld horen, Kom klinkt nu, Jezus nodend woord en De Heer kent al de zijnen. Het laatste lied werd gecomponeerd door Mendelssohn Bartholdy. Oh,
Website van de Van Oostbree Stichting staat een boek van Alec Lambertsma, waarin tientallen bekende melodieën genoemd worden van bekende apostolische liederen die door niet-apostolische componisten gemaakt zijn. Toch is het elke keer een verrassing als je zo'n bekende melodie elders hoort, zoals bijvoorbeeld de hieropvolgende Only Remembered, zoals de glanzende sterren verbleken en Blessed Insurance, Jesus is Mine, zalig te weten, ik ben Gods kind, en When Upon Life Billows, zijt ge door de levensstormen moe en mat. Fading away like the stars in the morning, losing their light in the glorious sun. Thus shall we pass from this earth and its toiling, only remembered for what we have done. Only remembered, only remembered, only remembered for what we have done. And who tell the story? Will the vine know? Will it scatter and run? Shall we at last be united in glory? Only remember for what we have done. Only remember. Only remember for what we have done.
In 1973 arrangeerde Wim Westerveld liederencyclus, geïnspireerd door James Last. Ook daarin liederen van niet-apostolische oorsprong, zoals Holland, mijn Holland, en van Edward Elgar, Land of Hope and Glory. Oh,
Veel liederen bleven gehandhaafd toen de apostel Slok in 1946 aangewezen werd. Soms met aangepaste tekst, maar er kwamen ook telkens nieuwe bij. Niet altijd op nieuwe melodieën. Zo werd het bewaren van Gods werk bezongen op een melodie uit het oratorium van Paulus, van Mendelssohn Bartholdy. Het mannenkoor zong af en toe het lied van de 12 rovers, hier in een Russisch-talige uitvoering. Our soul has a sound.
en ook het meisjeskoor zong liederen op bekende melodieën, zoals Er gingen langs zonnige wegen. En bij bijzondere gelegenheden, zoals in de Doelen of in Zürich, werden ook regelmatig liederen bezongen, die geleend waren. U hoort achtereenvolgens Gelukkig Land en De Hemelen Roemen, de laatste op melodie van Ludwig van Beethoven.
Ook in deze eeuw is veelal gebruik gemaakt van bekende muziek. Zoals in de kerstwijding. U hoort achtereenvolgens De Steen en Mensen gevraagd. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg kan gaan. Mensen gevraagd.
Ook het jeugdkoor maakte ruim gebruik van Engelstalige liederen, zoals I Have a Dream en You've Got a Friend in Me. In me, you got a friend in me. When the road looks rough ahead, and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. Got a friend in me. Oh, you got a friend in me. You got troubles and I got them too, but there isn't anything that I wouldn't do for you. We stick together and can see it through, 'cause you got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am. Maybe bigger and stronger too. Maybe, but none of them could ever
love you the way I do. Oh, it's me and you, boy. And as the years go by, well, our friendship will never die. You're gonna see, it's our destiny. You got a friend in me. And you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Mooie hedendaagse muziek wordt geschreven door John Rutter, zoals For the Beauty of the Earth. Dat hoort u in een Nederlandstalige vertaling, Om de Schoonheid van de Aarde. We komen aan het einde van het muziekuurtje, waarin we hebben kunnen luisteren hoe door de jaren heen gebruik gemaakt is van muziek van niet-apostolische afkomst. Dit contrasteert met de wijze waarop het genootschap het voor niet-apostolische lastig maakt de mooie apostolische muziek te leren kennen.
Aanvankelijk werd de tekst vaak letterlijk vertaald en in de tweede helft van de vorige eeuw werd meestal een eigen tekst gebruikt. In deze eeuw wordt de oorspronkelijke tekst vertaald of wordt in het Engels gezongen. Het muziekuurtje werd mede mogelijk gemaakt door Rob Buitenkamp voor de beelden, Rob Tijdeman de teksten en de presentatie in handen van Klaus de Bes. We eindigen met muziek van Catharina van Arenes, een zegening waarmee in de tijd van apostel Elslok veel samenkomsten in Zürich eindigden.